Aan de hand van deze boom leggen we uit hoe het leren van het jonge kind gaat en welke invloeden een belangrijke rol spelen. De boom bestaat uit wortels, een stam, takken, bladeren, bloemen en vruchten. De wortels staan voor voorwaardelijke doelen en opvoeding. Zonder wortels kan een boom niet groeien. Als een nieuwkomerskleuter op school begint, spreekt hij of zij vaak nog geen Nederlands. Wel heeft het kind al een beginnend wortelstelsel. Een kind heeft al een basis in de thuistaal en cultuur. Deze kennis en ervaring kun je als leerkracht lastig zien. Ga daarom in gesprek met de ouders. Zo ontdek je zoveel mogelijk wat het kind al weet en kan. De wortels groeien terwijl het kind zich ontwikkelt. Ook thuis in de thuistaal. Het is daarom belangrijk dat ouders een taalrijke omgeving blijven aanbieden, juist in de taal die hen het meest eigen is. De stam is het kind zelf. Ieder kind is anders. Met goede voeding kan elke stam en dus elk kind groeien. De bladeren zijn de minimumdoelen. Een kind kan binnenkomen met lege takken, takken vol bladeren of zelfs al een paar bloemen. Als leerkracht kijk je daarom goed naar elk kind. Wat kan het kind al? Je kijkt hoe er snel knoppen aan de takken kunnen komen en stimuleert dit. Wist je? Soms is het Nederlands al de derde of vierde taal die een kleuter leert. Het is goed om te weten dat de jonge taalleerling zich veelal niet bewust is van het verschijnsel talen. De bloemen zijn de streefdoelen. Er zijn kleuters die na enkele weken al streefdoelen beheersen. Soms duurt dat langer. En ook dat is normaal. Ieder kind is namelijk uniek en bloeit in zijn of haar eigen tempo. De vruchten zijn de extra streefdoelen. We streven ernaar dat ieder kind kan laten zien wat hij of zij goed beheerst en in uitblinkt. Bij de groei van de boom is de omgeving van cruciaal belang. De zon staat voor de leerkracht of ondersteuner op school. Onder schooltijd voedt de zon de bladeren, bloemen en vruchten in de klas. De gieter staat voor de ouders. Buitenschools voeden de ouders de wortels van de boom en stimuleren zo de ontwikkeling van hun kind. Hoe voedzamer het water, hoe sterker de wortels. Ieder kind is uniek. Geen boom is hetzelfde. Je blijft daarom continu kijken naar de behoeftes van de kleuter. Daarop pas je de ontwikkeldoelen en jouw onderwijsaanbod aan. Zo zorg je voor een fijne start in het onderwijs.